Van harte welkom bij deze video met een korte uitleg over een kleine kaartlegging. Uh, je hoeft niet per se een kaartlegger te zijn of al jaren ervaring te hebben met het starten van kaarten. Uh, advies is wel begin met eenvoudige kaartjes zoals de Lenneman of bijvoorbeeld de Ameiswitse kaarten of Engelenkaarten of andere uh, fijne orakelkaarten waar je een beetje vertrouwd mee bent. En het leek mij gewoon leuk om eens even uh, een mini-reading uh, aan jullie te laten zien. Hoe kun je dat nou leggen? Nou, je hebt vier posities: 1, 2, 3, 4. En als je nou gevorderd bent, kun je daar natuurlijk allerlei posities van maken met allerlei uitgangspunten. En vind je het leuk? Deze uh, heb ik in een PDF voor jou uh, klaargezet. Linkje zal ik hieronder in de video zetten waar je deze eventueel uh, kunt downloaden. Uh, dan kun je hem uitprinten. Uh, eventueel plasticiëren wat je zelf wil. Um, we gaan eens even beginnen. Stel nou voor, ik uh, uh, heb hier iemand tegenover mij en uh, ja, die wil gewoon even wat uh, eenvoudige dingen weten. En, een, een, hè, een klein beetje inzicht weten. En dan doe ik de kleine legging. En om mee te beginnen om te oefenen. Want ik gebruik eigenlijk altijd het Keltisch Kruis of de hè, met de Lenneman. Maar om jullie gewoon eens met kaarten kennis te laten maken en met een legging is dit gewoon een hele fijne manier. Dan hebben we de eerste kaart, dat is de uitgangspositie. De tweede kaart is deze. Dat is uh, wat is eigenlijk de wens, wat is het idee, wat ligt dus onder die uitgangspositie. Wat is de innerlijke kracht? Wat is de drijfveer van iemand, hè? de drive? En dit is waar gaat het dan naartoe? Dus dan heb je eigenlijk op een hele simpele manier: met vier kaarten kun je al een kleine legging doen. En dat kun je met. Allerlei soorten kaarten. Met de tarot, met de Lenneman, met engelenkaarten, orakelkaarten, Ameezwitse kaarten, noem het maar op. Ga het gewoon eens voor jezelf uitproberen. Is echt super leuk. En natuurlijk heb je zoiets, ja, ik zou hier wel meer over willen weten. Ik ben met een online academy bezig met de Lenneman. En als de Lenneman helemaal compleet is, ga ik door uh, met de tarot. Uh, die lessen heb ik allemaal klaar. Maar ik ga alles vernieuwd neerzetten natuurlijk. Anyway, we gaan terug naar de uitgangspositie en ik ga hem eventjes duiden. Stel voor, uh, jij wil een, een legging van mij uh, of je bent even aan het oefenen. beginnen we bij de eerste Tareldkaart. En dan hebben we hier de kaart De Dwaas. En De Dwaas, zijn armen wijd geopend, twee verschillende schoenen aan. Die gaat gewoon lekker onbevangen op een nieuw avontuur, vertrouwend op zijn intuïtie. Dus dat is positie 1. Dan hebben we hier, ja, maar ja... Wat gaat hij dan doen? Hij heeft er nieuw vertrouwen in, hij wil een sprong in het diepe wagen. Laten we eens even kijken. Dan heb ik hier, wauw, bekers 2. En bekers 2, ja, het idee is om misschien wel samen te gaan werken met iemand, samen te komen met iemand. Met eenzelfde liefde voor eenzelfde uh, iets, zeg maar. Dus uh, stel voor... Uh, ik kan heel goed koekjes bakken en een vriendin van mij is heel goed in taarten bakken. Nou, misschien kunnen we dan wel een gezamenlijke winkel beginnen. He, als voorbeeld. Dus we gaan, ja, het idee is: we gaan op een nieuw avontuur. Uh, er begint een, eigenlijk een hele nieuwe reis. Ja, dan willen we natuurlijk weten: wat is dan de innerlijke kracht? Wat is de drijfveer? Hé, hey, maar dat is een mooie kaart. De ridder van munten. En toevallig gaat de ridder van munten over grenzen stellen, heel goed kaderen. Zorg dat de akkergrond, hè, dus de basis, heel schoon en goed is. Um, eigenlijk mag je gewoon vanuit heel veel vertrouwen dit avontuur aangaan, zoals de tarot in dit geval laat weten. Maar goed, we willen natuurlijk wel weten, waar gaat het dan naartoe? En waar gaat het dan naartoe? Het universum. En dat is. Vanuit de uh, tarot de, de hoogste grote arcana kaart. En die gaat over vervulling: een nieuw portaal in. Je hebt eigenlijk alles uh, doorlopen. En je gaat een hele nieuwe fase en een hele nieuwe cyclus in. En niet zomaar een cyclus, maar echt vanuit een, ja, een nieuwe dimensie, zeg maar, vanuit een nieuw perspectief, uh, een hoger plan. Dus dat is even het verhaal met vier tarotkaarten. Nou, die ga ik even weghalen, want dan laat ik het je eens even met de Lenneman zien. Maar ik wilde je ook heel graag laten zien hoe kun je dit nou uh, met verschillende kaarten doen. Dan kan ik natuurlijk niet al oh, mijn kaartendecks uh, op deze manier leggen, want dan zijn we wel even bezig. Uh, maar dit zijn de meest gangbare uh, kaartendecks waar mensen natuurlijk mee werken. Hè? Uh, de Lenneman en de Tarot. En dan gaan we er nog eentje doen. Dan gaan we weer opnieuw kijken naar de uitgangspositie. En dit is de uitgangspositie. En dat is de berg. Oké, okay. deze persoon ja, zit of in een vertraging, stagneert even, heeft het gevoel geblokkeerd te zijn. Misschien wel wat vijandelijkheid, maar daar gaan we achter komen door die andere kaarten te leggen. En wat is het idee? Wat zit hieronder? Uh, waartoe hè, komt deze persoon in deze uitgangspositie? Wat is de wens? Ja, de wens van deze persoon. Die wil misschien wel een boek gaan sluiten, een stukje uit zijn leven af gaan sluiten. Maar misschien gaat die persoon, is het wel de wens om een nieuw boek te gaan openen of de bladzijde in het boek te gaan omslaan voor een nieuw iets. Maar die persoon zit nog even ergens in vast. Dan hebben we hier de vogels. Ja, en dat zijn gesprekken. En dan draai ik ook gelijk deze kaart even om. En dat is de sleutel. Oké, okay. nou. De uitgangspositie in deze is: hé, hey, stagnatie. Misschien zit die persoon even vast in iets. Dan hebben we eigenlijk: wat is uh, het idee? Ja, die persoon wil verder, maar wil ook een nieuw begin, weet nog niet helemaal hoe. Het grappige is: eh, dan, dan moet je natuurlijk wel wat gevorderder zijn in de Lenneman, maar de sleutel en het boek laten eigenlijk zien: hé, hey, uh, door middel van gesprekken worden er eigenlijk geheimen onthuld. Want het boek staat ook voor een dagboek voor een nieuwe informatie. Verborgen informatie, zoals dat boek dicht is. Even los daarvan, hè, want ik maak dan gelijk die combinatie natuurlijk. Uh, er gaan gesprekken gevoerd worden. En dat is eigenlijk ook jouw communicatie, is ook een innerlijke kracht. En wil jij nou door die uitgangspositie heen gaan als dit jouw legging zou zijn of voor deze persoon? Is de communicatie heel erg belangrijk om over dingen te gaan communiceren? Um, dan worden er dingen in beweging gezet, creatieve dingen ook in beweging gezet. Ja, en dan kom je weer naar een stuk bevrijding. Dan kun je definitief, kan deze persoon het boek sluiten, sleutel erop wegwezen, de deur achter je sluiten. Maar door die gesprekken komt er dus ook informatie vrij, verborgen informatie, misschien wel geheimen of informatie waar je nooit aan gedacht had, waardoor jij door die blokkade heen kunt gaan. Of het voor jou is de ander, ik praat in uh, meervoud van personen, maar uh, dat is het idee. En dan ga ik je even laten zien met de, uh, uh, ja, die super mooie kaarten. Ik heb hier de Gilded Referee Lenneman en dat is ook echt voor level 2 als, als dat klaar is. Um, Gilded Referee, ik ga twee cardrex verloten in de maand april 2023. Deze video blijft natuurlijk veel langer beschikbaar, dus ik zeg even expliciet de datum erbij. Vanaf dat de academy open is gegaan tot en met 30 april... maken alle uh, studenten van de online uh, Lenneman Academy... Twee keer kans op een gilded referee. Dus als jij de cursus aangeschaft hebt, kan het zomaar zijn dat je van mij een mailtje krijgt van harte gefeliciteerd. Jij hebt de gilded referee gewonnen. Hoe leuk zou dat zijn? Laten we nu eens met die gilded referee de kaarten omgaan draaien, dat je ook een idee hebt hoe werkt dit. Deze werken net weer even anders als de gewone uh, Madame Lenneman. Heb jij nog nooit met Lenneman gewerkt, is echt mijn advies. Begin met deze. Als je die goed weet te duiden, uh, mis je ook geen informatie. Als je gelijk met deze gaat werken, mis je informatie van die kaarten. Dus daarom is het belangrijk dat je eerst de Lenneman goed aanleert. We gaan eens kijken met deze. Misschien ben je al bekend met de Lenneman. Maar vind je het leuk om gewoon die legging eens even mee te doen? Je staat voor een keuze. Ga je linksaf, ga je rechtsaf? Welke keuze gaat deze persoon maken? Maar ja, het is ook wel een, een zekerheid-dingetje. Deze persoon wil wel heel graag weten: ja, wat ligt er nou achter uh, deur 1 en wat zit er achter deur 2? Dus een bepaalde zekerheid. De innerlijke, uh, of de, het idee, hè, de gedachte daarachter is: deze persoon wil veel meer gaan stromen. Die wil misschien ook wel financiële vermeerdering. Die is aan het zoeken: welke richting ga ik op om nou financieel hè, uh, te kunnen gaan vermeerderen om te kunnen gaan stromen, en wat is nu de innerlijke kracht, de drijfveer van deze persoon? Dat is de puurheid en het speelsheid, de creatieve kracht om nieuwe dingen te kunnen gaan creëren. En waar gaat het dan naartoe? Even heel kort gezegd: nieuw vertrouwen, vertrouwen hebben in je creatieve kracht. Vertrouwen hebben in de richting die je op wil gaan, in de keuze die je wil gaan maken, waardoor het nog meer kan gaan stromen. Ik uh, hoop dat je dit leuk vond. Het is gewoon een heel simpel legvoorbeeldje en dat kun je echt met allerlei kaarten doen. Kaarten die je zelf hebt liggen die je leuk vindt. Um, heb je nog nooit met Tarot gewerkt? Zou ik het niet met Tarot doen? Heb je nog nooit met Lenneman gewerkt? Nou, dan kun je op puur medium eventueel de betekenis ook van de kaarten terugvinden. Uh, en anders voel je vrij uh, op de Lenneman Academy. En uh, ja, je kan het ook met uh, orakelkaarten doen, met engelenkaarten doen, met kleurkaarten doen. Uh, eigenlijk kun je deze legging met alle soorten kaarten doen. Daarom heb ik er ook. Op dit kanaal voor gekozen om heel bewust uh, met die kleine 4-kaartenlegging uh, te werken. Uh, je kan deze uh, PDF uh, helemaal gratis downloaden. Gratis zijn voor niks. Uh, gewoon omdat je het leuk vindt om daar gewoon eens mee te uh, rommelen. Om eens te kijken: hoe kan ik dat? Of hoe werkt dat nou? Misschien vind je het wel hartstikke leuk. Dus ik wens je ontzettend veel plezier. Laat me even weten hoe je deze video hebt gevonden. Of je er wat mee kan. En Dank je wel voor het kijken. Deel is vermenigvuldigen. En tot de volgende. Doei doei.